Een schuur aan de Doorwerthstraat in Nijmegen ging in de nacht van zondag op maandag in vlammen op. De brandweer rukte om 1:30 uit om de brand te blussen. De vlammen kwamen 1 tot 2 meter boven het dak van het schuurtje uit. De brand was moeilijk bereikbaar en moest van twee kanten geblust worden. Dit werd gedaan vanuit een smal gangetje achter de schuur en vanuit het huis. Uit voorzorg zijn de aangrenzende panden ontruimd. Tijdens het blussen ontstond een enorme rookpluim. Er raakte niemand gewond, wel staat de schuur op instorten.